Zo, eens even wachten tot wat mensen online zijn. Ja, we beginnen met de randen aanzetten. Eens even kijken. Hallo, komen jullie online? Enfin, ik ga beginnen. Ik heb een vestjes voor me hier. Hier is de bovenkant van mijn vest. En hier is de onderkant van mijn vest. Je neemt de goede kant voor je. Dan gaan we beginnen met het aanzetten van de steken langs deze rand. Ik ga een klein stuk met jullie samen doen. Deze steken doe je helemaal rond. Het gaat om week 7. Hier heb je het hoekje van de rippel, de laatste toer die je gedaan hebt. Dus je hebt de goede kant voor je. Dit is mijn verkeerde kant, zie ik. Ik heb mijn touwtjes nog, mijn draadjes nog laten zitten. Dan weet ik gewoon dat is mijn verkeerde kant. Hier heb je het hoekje, daar hecht je je nieuwe draad aan. Is aangehecht. Dan maak je daar eigenlijk op diezelfde plek een vaste. En daarnaast nog een vaste, want je begint met twee vaste. Dus hier ook een vaste. Dan zie je allemaal toeren lopen van je werk. Per toer doe je één vaste en één losse. Dus ik heb deze gehad, de vaste, dan maak ik een losse. Dus die toer hebben we nu gehad. Ik zal even iets hierin gaan. Dan gaan we naar deze toer hier. Zoek je een mooi plekje op. Blijf wel een beetje constant met waar je steken zet, zodat je mooi geleidelijk aan gaat verdelen. Kijk, dit is mijn toer. Ik heb hier een gedeelte van het begin en daar zit de aansluiting van het stokje. Dus wat ik doe, ik zet hem in het begin in. Zo. Dat is 1 plus 1 losse. Die toer hebben we dan gehad. Dan gaan we door naar de volgende toer. Dat is daar. Je moet gewoon proberen om het zo gelijk mogelijk te gaan verdelen. Weer 1 losse. Ik zet hem dan hier in de opening van de granny, zodat hij ook mooi opgevuld wordt. Plus 1 losse. Hebben we de volgende toer hier. 1 vaste plus 1 losse. Hebben we hier de volgende toer. 1 vaste plus een losse. Hebben we die toer gehad, gaan we naar deze toer. 1 vaste plus 1 losse. Hebben we hier de volgende toer. 1 vaste plus 1 losse. Nou, dit ga je dus je hele vest langs de kraag af, hier. Even kijken waar die is. Hier. Ga je hier mooi rond. Andere kant op. En dan eindig je aan deze kant onderaan. Van de andere granny. Van de linker voorpand. Dus je begint aan de rechter voorpand en je eindigt aan de linker voorpand. Goed, we doen nu even alsof ik helemaal rond ben gegaan. Aan het einde maak ik dus twee vaste. Nou, doe hier nog even één vaste. En daar nog één vaste. Dan ben je geëindigd met twee vaste. Wat je doet is één losse en je werk draaien. Dus je gaat nu aan de verkeerde kant van je werk werken. Ik zal even mijn werk opschuiven. Zo. Dan zijn we aan de binnenkant. Dan hebben we hier dus twee vaste en een losse gehad. Kan je hier zien. Dan ga je drie vaste maken, want op die losse ruimte moet je een vaste maken. Kijk, dan ben ik hier bij mijn losse ruimte en dan maak ik een vaste. Dan maak je een losse, want dan heb je een vaste en in je losse ruimte maak je weer een vaste. Dan maak je weer een losse voor bovenop je vaste ruimte en in de losse ruimte maak je weer een vaste. Nou, dit ga je dus herhalen tot je weer de hele toer rond bent, tot je weer in de linker voorpand aangekomen bent. Een losse, een vaste. En dan komen we weer aan bij de laatste losse en de laatste twee vaste. Daar maak je dus drie vaste. Dus in de losse ruimte maak je een vaste. Bovenop de ene laatste en bovenop de laatste. Nou, dan maak je weer één losse en dan draai je je werk weer naar de goede kant van je werk. Dan zijn we hier. Omdat we net natuurlijk geëindigd zijn met drie vaste, gaan we nu anders doen. Nu gaan we twee vaste, één losse maken. Dus hier één vaste en twee vaste. Net zoals in de eerste toer. Wacht, mijn draad zit om mijn werk heen, zie ik.
Enfin, ik heb mijn twee vasten gemaakt. Dan ben ik hier bij de volgende vaste en daar maak ik een losse boven. Dus een losse. Even kijken, waar ben ik? Hier ben ik. Dus de losse. Ik zit in de verkeerde steek. Omdat ik nu natuurlijk werk draai, moet je die overslaan, want je hebt hier je losse. 1 en 2 vaste. Plus 1 losse. Die vaste sla je over. En je gaat door naar de volgende losse ruimte. 1 losse, 1 vaste overslaan. En in de losse ruimte maak je een vaste. 1 losse, 1 vaste overslaan. In de ruimte maak je weer een vaste. Nou, dit blijf je herhalen. Tot je weer aan het einde bent. En dan moet je gelijk als in toer 1. Dus eindigen met 2 vaste. Dus hier is je vaste. Dan hebben we 1. En dan hebben we nummer 2. Dit herhaal je naar gelang. Ik heb in mijn vest 8 toeren gedaan. Op deze manier. Ik kreeg ook al de vraag, waar komen de knoopsgaten? Sommige mensen gebruiken hele kleine knoopjes. Die kan je hier doorheen doen. Hier kan je ongeveer 1 centimeter knoop doorheen steken. Voor als jullie dat willen weten. Vinden jullie die ruimte nou te krap? Dan zorg je ervoor daar waar je de revers gaat beginnen. Daar waar het middenrif zit. Want daar begin je met je revers. Doe je na bijvoorbeeld 3. Als jij, laten we zeggen, 8 toeren doet. Doe je na 3 toeren even een keertje met 3 lossen. En dan sla je 1, 2, 3 steken over. En dan ga je daardoor met je vaste. Kijk, dan krijg je een grote knoopsgat. En dan ga je door tot het einde. Dit herhaal je na hoeveel knoopsgaten je zelf wilt. Dan moet je zelf even bepalen waar je het wil hebben. Dus het is makkelijker om de knopen even op je vest te leggen. Dan kan je mooi bepalen waar jij het wil hebben. Goed, dan gaan we de knoopsgaten opvullen. Dit is mijn toer dat ik moet beginnen met 3 vaste. Een losse en dan ben je hier in deze ruimte. Je kan ervoor kiezen om er omheen te haken. Zo. Je kan er ook voor kiezen om, als je hier zie je een bobbeltje zit, een dwarsbalkje. En als je werk draait zie je de veetjes. Om het onder het dwarsbalkje op te pakken. Dus dan heb je 2 lussen aan deze kant en aan die kant maar 1 lus. Dan maak je daar je vaste. Een losse. En in die laatste sla je 1 bobbeltje over en in de volgende maak je ook een vaste. Zo heb je mooi dat randje opgevuld en dan ga je verder met je toeren. En dit herhaal je eigenlijk bij alle knoopsgaten die je creëert. Nou, hier moet ik weer eindigen met 3 vaste, want ik ben begonnen met 3 vaste. Zo, zal ik nog 1 toer met jullie doen. Nou, hier zit mijn knoopsgat. Gaan we beginnen met 2 vaste. 1. Zit ik verkeerd. 1. En 2. Dan de losse bovenop mijn vaste. En de vaste bovenop mijn losse. Losse. En weer een vaste. Weer een losse. En weer een vaste. En weer een losse. En vaste. Een losse, een vaste, een losse en 2 vaste. 1 en nummer 2. Nou, zo kan je dus mooie knoopsgaten creëren. Die zijn netjes en strak. Ik adviseer het wel op deze manier doen, om dus doorheen te steken. Dan blijf je steek netjes strak. Als je het niet doet, wat gaat er gebeuren? Dat er een heel groot gat gaat komen. Doe het op deze manier en hou je hem netjes en strak. Goed, ik ga dit filmpje eindigen en dan gaan we verder met de kraag. Dus de puntige kraag die je later aan gaat hechten. Ik ga daar een apart filmpje van maken, zodat we 2 delen kunnen creëren. Dan worden de filmpjes ook niet al te lang. Goed, ik zie jullie dadelijk weer. Doei doei!